staan hier bij de Boshalte. Dat is een sociale onderneming. En we hebben een superleuk team, supergezellig, open, eerlijk. We zijn een koffietent. Met een fietsvuur erbij. En we verkopen hele lekkere koffie. Maar ook een stichting die zich ontfermt over mensen die het wat minder goed hebben in de maatschappij. Ja, het is een hele veilige plek en hele lieve mensen. Dus ik ben heel blij dat ik hier kan werken. Ja, we zijn aan de rand van het Amsterdamse Bos gevestigd. Allereerst even bedankt voor alle intakes, hè, dus dat we elkaar even hebben gesproken. Vandaag ben ik gevraagd om een teamdag te begeleiden. Ik geef mijn team dat cadeau. Wat is nou dat ene ding wat je een beetje spannend vindt vandaag? Een team dat eigenlijk heel enthousiast en blij is met elkaar. En toch het nog steeds een beetje spannend vindt om zichzelf helemaal bloot te geven. Als je niet wil meedoen in de opstelling of iets, dan zeg je gewoon nee. Dit is eigenlijk een heel klein team, maar het begint nu wat groter te worden. In het opschalen ga je de banden, die worden wat losser. En dus dan is het heel belangrijk om dat sociale weefsel in een organisatie ook echt aandacht te geven. Omdat voordat je het weet, zijn het allemaal eilandjes. Dus hoe goed het team ook kan zijn, ik vind dat er altijd de ruimte is voor verbetering. Het doel van de dag is om eigenlijk het sociale weefsel weer, dat wellicht onderweg tijdens de werkzaamheden is beschadigd, weer te herstellen. Dus weer even kijken, hoe zit het met de relaties, hoe zit het met de emoties? Zijn er nog onuitgesproken dingen? Ik denk dat mensen meteen uit hun comfortzone worden gehaald. Stel dat dit een ijsberg is. Het systemisch ijsbergmodel is een manier van kijken, een manier van observeren en een manier van signaleren. Welke emoties leven er nou eigenlijk, ook bij jullie, dus bij jouzelf binnen, maar ook tussen mensen? Is het een individueel probleem? Of is het meer een groepsprobleem? Welke plek neem je eigenlijk nou in een team? Tussen wie is er gedoe? Of is het een probleem van de organisatie met zijn omgeving? Wie zou er iets met voelen of niet voelen willen doen op dit moment? Zeg maar? Wie zegt van nou, ik wil daar wel eens even naar kijken? Wat ik op zo'n teamdag doe, is opstellingen rondom vraagstukken van individuele teamleden. Maar ook gemeenschappelijke vragen. Ja, wie heeft het meeste nodig? Wie is het zieligst? Wie is het zieligst? Een opstelling is een ruimtelijke representatie van een probleem of issue. Een opstelling laat eigenlijk de onbewuste processen, de onderstroom van een team, ook zien. Ja, wat er gebeurde is dat je bepaalde gevoelens die in jezelf spelen, dat je die neerzet. Dat zijn dan die mensen die stellen dan die gevoelens voor. Nou, eerst werd opgesteld wat ik voelde qua verdriet. Ik had het weer even weggestopt, zeg maar, dat gevoel. De eerste persoonlijke opstelling was meteen de diepte in. Nou, en toen ging het over, nou, waar gaat je verdriet over? En dat was mijn vader. Mijn vader is 1,5 jaar geleden overleden door kanker. Dus emoties zijn een soort collateral damage. Onderweg naar heling. Hebben we langs emoties te gaan, want die horen daar gewoon bij. Ik ben niet de enige die verdriet is in het team. En dat, ik vind dat het belangrijk is dat we ook van elkaar weten dat we emoties delen en gelijkenissen in emoties hebben. Ja, ik zelf zit momenteel in depressie, dus ik voel me gewoon echt niet goed. Ik voel dan gewoon weinig, dus ik voel een soort leegte. Maar door dit te doen, zeg maar, voelde ik me meer verbonden met mijn omgeving. Dus dat was heel fijn. Als mens nemen we alle onuitgewerkte issues die wij hebben ten opzichte van onze ouders, andere familieleden, nemen wij mee naar het werk. En dus voordat we het weten, komen we eigenlijk in dezelfde soort dynamiek als vroeger weer op het werk terecht. Zeker het kernteam is hierdoor denk ik wel een heel stuk sterker met elkaar geworden en ook veel meer verbonden. Het schept nog meer een band. Want dan kan je iemand ook echt vertrouwen. Niet dat iemand dan stiekem een verdriet in zich hebt waardoor die minder stabiel is. Heel mooi dat ze dat durven, want het is niet niks om uit je comfortzone te stappen. Eigenlijk is het een soort emotioneel-relationele schoonmaak die je periodiek hebt te doen. Oscar gaat er gewoon vanuit, je doet dit, we doen dit. Dus iedereen doet het. Een heel fijn persoon, hij heeft een hele fijne stem. Hij confronteert mensen op een hele zachte manier. Ik denk dat het band schept, ja, zeker. Vooral in organisaties die altijd ten dienste staan van anderen, is zelfzorg een ondergeschoven kindje. Nou, ik keek er echt best wel tegenop om te komen, omdat ik me gewoon heel slecht voelde. En het heeft goed uitgepakt, zeg maar.
Dus ik ben blij dat ik ben gekomen. En, ja, het is een positieve ervaring. Ook al is het teambegeleiding, het gaat zo over het fundamenteel mens zijn. Dat ja, het zou raar zijn als ik zelf ook niet ergens door geraakt word. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is in het leven, denk ik. Dat je mensen goed leert kennen. En als je weet zeg maar, wat er in mensen speelt, dat je dan ook voor ze kan zijn.